Nou ja. Ja, nee, dat maar gewoon, ja. Ja. Ja, nou, daar zijn we weer op Schiphol. We gaan weer op vakantie. Weer naar Cabanas. Zijn we dan op het vliegveld aangekomen en kijk eens hoe mooi dat het nieuwe vliegveld is geworden, de hal. Het is echt mooi. Stairs, you will end up more or less at the lighthouse. That's the second rock. The wind. That's where it's going to be a little bit windy. Nou, het weer het traditionele daagje, nou daagje, ochtendje denk ik, naar Spanje. Ayamonte zijn we nu, alleen er is bijna niks open. Dat is jammer, maar het is wel super rustig hier hoor. Prachtig. Het is echt ouderwets, wel rustig. Frans die is ook een beetje aan het rondkijken daar. Mooie pandjes. Waar is Frans? Daar, achter je. Ja, daar. Hoor die vogels? Mooie dingen. Dat waar wij bij dat kerkje op die pilaar, op die landtong geweest zijn. Daar. Daar vond ik het erg mooi. Dus daar wil ik ook nog. Anders is fijn hoor. Zijn we daarnaast? Wat zei ik eens? Dat het lekker ruikt. Oh. Het ruikt echt heerlijk. Heel lekker. Ja jongens, we hebben nog geen geurcamera. Maar lekker. Zit er zout op? Een mooie kleur, hè?
En nu zijn, hebben ze het overdekt om nog, nog meer te vinden of zo. Mooi, je moet het beschermen. Mooi. Neem je kans dat het hieronder ook nog zit. Ja. Zo. Nou. Laatste dag, het was echt een relaxte vakantie. Laatste dag gaan we dan toch nog even een soort van stukje wandelen. Over de boulevard hier in Cabanas. Het is nu nog wel een beetje bewolkt, maar niet koud. En ik ga even op zoek naar een glascontainer. Ik denk wel dat ze die hier hebben. Want we hebben ook wat flesjes bier leeg gedronken. Nou, hier lopen we nu het, hoe zeg je dat? Het hotel, de hotel, hoe zeg je dat? Het park? Nee, het heet geen park. Het is een hotel. Lopen we nu af en dan sta je eigenlijk gelijk in Cabanas. Dat is dus aan die kant dan, hè? Daar. Nou, hier heb je dan gelijk na het hotel de vissershut. Hier komen de vissers hun spullen opbergen, net te repareren. En hier vandaan vindt de handel dan ook plaats. Nou, dit is hartstikke gaaf hier zo. Hier loop je gewoon heerlijk over een prachtige plankenvloer. Het is best lang. En dan loop je langs alle winkeltjes, cafeetjes, restaurants, noem maar op. Nou, dat is gewoon leuk. Jongens, kijk eens even. Prachtig. Hallo. Jongens, kijken. En dan om de 25 meter staat er een bank of stoel. Dan kun je even lekker uitrusten. Of als je niet zo goed te been bent. Dat is super goed geregeld. Nou, daar zitten we dan hier zo op de bankje, hè? Op de boulevard van Cabanas, gewoon even te relaxen. Ja. Hartstikke mooi hier. Mooi hoor. Ja. Ga die bloempjes. Nou, we hebben lekker even gewandeld over de boulevard en dan zijn we nu weer aangeland bij het hotel. Alwaar wij dus even een kopje koffie drinken. Lunch. Lunch is wat bij ons ook avondeten is, maar dat kan hier gewoon twee keer. Hè. Kijk maar toch. Dus niet alleen als je normaal eten hè? Gegrilde kip. Dat is echt lekker, denk ik. Nou, laatste dag dan nog even. Nou, dat doen we elke dag trouwens bij het zwembad liggen. Het is nog steeds niet echt heel zonnig, maar wel lekker van temperatuur. En Wilma is toch bang dat ze verbrand is, die kiest toch voor een parasol. De diehards daar, die liggen daar zo. Zwembroeken hebben ze niet aan. Echt heel flauw natuurlijk. Maar het is ietsjes fris hoor, het water. Stoere mannen.
met palmboom. Ja, dat is genoeg. We gaan nu bier halen. Zo. Met bier natuurlijk. Ja hoor. Echt niet normaal, hè? Love you too, baby. One last beer, Akadash. Nou, en daar zitten we dan weer. Een weekje later. Nou, gaat hij volgens. Nee.